Universiteit van Nederland. Licht. Het is iets dat we vaak als vanzelfsprekend zien, maar het kan invloed hebben op hoe snel je bent en hoe je presteert. Er zijn onderzoeken die laten zien dat de reactietijden bijvoorbeeld sneller zijn. En ook je humeur heeft baat bij goed licht. Je herkent het waarschijnlijk wel dat in de donkere maanden je een grotere kans hebt om je somber te voelen. Dit is Karin Smolders van de TU Eindhoven. Zij doet onderzoek naar de invloed van licht op onze gezondheid. Daarom loopt ze vandaag een dag mee met onze redactie en geeft ze 8 praktische tips over wat je thuis en op je werkplek kunt aanpassen, zodat je het optimale licht krijgt, zelfs tijdens de donkere winterdagen. 'S Ochtends vroeg staat Karin bij mij voor de deur en ze begint gelijk met tip 1. Zet als je wakker wordt gelijk zoveel mogelijk lampen aan. Oké, nou dit is mijn slaapkamer. Hier word ik elke ochtend wakker. Wat vind je van het licht? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je alle lampen hebt aangezet. In de zomer zou het ook goed zijn om de gordijnen open te doen. Ja, want het is nu echt best wel donker buiten. Ja. Is dat een probleem? Ja, eigenlijk wil je wel gebruik maken van daglicht in de ochtend om 's ochtends wakker te worden en alert te worden. Karin checkt hoe mijn slaapkamer scoort op deze winterse ochtend. Dat kan ik even meten. Ik heb een lichtmeter bij me. Ik hou hem bij mijn oog. Het is vooral belangrijk hoeveel licht er op het oog komt. En wat vertelt zo'n lichtmeter jou dan? Wat de intensiteit van het licht is en dat wordt aangegeven in lux. Dus dat is de verlichtingssterkte. Net was die 19,38. Om je een idee te geven, dat is net iets meer licht dan 19 kaarsen geven die een meter bij je vandaan staan. En is dat goed of niet? Dat is eigenlijk nog heel laag. Okay. Bij voorkeur zou je dat echt boven de 250 lux willen hebben. Ochtendlicht is heel belangrijk voor regulatie van onze biologische klok. Maar ook om wakker te worden 's ochtends. Oké, hoe word je dus ideaal wakker wat licht betreft? 1. Zet 's ochtends meteen zoveel mogelijk lampen aan. De aanbeveling is ongeveer gelijk aan 250 kaarsen. En tip 2. Als het licht is buiten, doe dan direct je gordijnen open. Even ontbijten. Ondertussen legt Karin uit waarom we dat licht nodig hebben om goed wakker te worden. Dat ochtendlicht is vooral belangrijk omdat licht dat op ons netvlies valt een signaal doorstuurt naar de biologische klok. Onze biologische klok zit in onze hersenen, in de hypothalamus. Dat is een heel klein hersengebied, maar heeft grote impact op ons functioneren overdag. Even als onze slaap. De biologische klok is namelijk een soort interne klok. Die regelt voor de hele dag alle processen in ons lichaam. Zoals temperatuur, bloeddruk, reactiesnelheid. Maar ook wanneer we moe worden en naar bed willen bijvoorbeeld. Het gekke is alleen dat een dag bij de biologische klok net wat langer duurt dan 24 uur. Gemiddeld 24 uur en 11 minuten. En we moeten dat eigenlijk dagelijks bijstellen om in de pas te lopen met het 24 uur licht-donker ritme. En daarvoor hebben we licht in de ochtend nodig, want dat helpt onze klok te vervroegen. Dat ochtendlicht dat schudt die biologische klok als het ware wakker. Daar heb je zelfs een speciale fotoreceptor voor in je netvlies. En die geeft juist de signalen van licht door naar een brein, naar het hersengebied waar onze biologische klok in zit. En daar speelt daglicht ook een hele belangrijke rol. Want de extra fotoreceptoren zijn met name gevoelig voor licht in het blauwe gedeelte van het spectrum, dus voor blauw licht. En dat is veel aanwezig in daglicht. Hoe hebben ze dan achterhaald dat we überhaupt zo'n biologische klok hebben? Ja, dat is eigenlijk heel interessant. Dat is gedaan in een onderzoek waarbij deelnemers werden gevraagd om een tijd te spenderen in een bunker. Daar bleven ze een langere periode. En in de bunker waren geen klokken. Het licht was constant. Alleen de deelnemers konden het zelf uitzetten als ze gingen slapen. Er waren dus geen duidelijke tijdscues om de interne klok op aan te passen. En wat ze toen zagen is dat toen de deelnemers eruit kwamen, dachten ze dat ze veel minder dagen in het lab hadden of in de bunker hadden gespendeerd dan dat ze daadwerkelijk hadden gespendeerd, omdat hun dagen langer duurden. Dit onderzoek werd in de jaren 60 gedaan. Toen dachten ze dat die biologische klok 25 uur duurde. Maar inmiddels weten we dat die wel wat sneller tikt dan dat. Meer richting de 24 uur en 10 tot 15 minuten gemiddeld. Voor sommige personen is dat wat langer en voor andere personen kan dat wat korter zijn. Om te voorkomen dat we op een gegeven moment steeds verder uit de pas lopen met ons 24-uurs ritme, is er gelukkig licht. Nou ja, vooral in de zomer dan. In de wintermaanden is het net wat anders. Dan gaat die wekker vaak al voordat de zon opkomt. Ja, en als het dan zo donker is buiten, dan gebruik ik dus een wake-up light. Hebben die dingen nou zin? Er zijn onderzoeken die inderdaad hebben laten zien dat het kan helpen om fijner wakker te worden. Om je minder slaperig te voelen op het moment dat je net wakker bent geworden. Om beter dingen te kunnen onthouden. Sneller te kunnen reageren, dus een betere concentratievermogen te hebben. Er zijn dus aanwijzingen dat het kan helpen. Dat is niet in alle onderzoeken aangetoond. Maar het kan in principe geen kwaad. Tip 3 dus. Een wake-up light kan helpen om je alerter te voelen 's ochtends.
Goed, de dag is begonnen. De zon begint langzaam op te komen. Dus Karin en ik stappen op de fiets naar de redactie. En dat is meteen tip 4. Op de fiets of wandelend slurp je het meeste licht op. Sowieso heel goed om 's ochtends lekker met de fiets te gaan. En zeker als het schemer is, heb je nog steeds daglicht. Dus als je op de fiets gaat, dan haal je hogere niveaus dan in de auto of in de trein. Dus lichtniveaus, hè, die je kunnen helpen om je ermee te verbeteren. Ja. En daarnaast is het ook heel goed om een frisse neus te halen. Dus het is goed om op de fiets te gaan, als het kan. Laten we daar de fiets neerzetten. Bonus tip. Ga je in het donker naar je werk? Stuur deze aflevering dan even aan je baas door. Misschien kun je uitonderhandelen dat je een uurtje later begint. Beter voor je biologische klok en dus voor je prestaties. Wat wij in onze studie zagen is dat de deelnemers meer alert en vitaal waren als ze werden blootgesteld aan hogere lichtniveaus, dus meer intens licht. Ook sneller konden reageren op de reactietijdentaak. In onze onderzoeken zagen we dat dat ongeveer 3-10% sneller was. Het is niet automatisch zo dat je slimmer wordt van meer licht. Blootstelling aan meer intens licht kan wel helpen om je meer alert te voelen, om beter te concentreren. Maar ook dit kan verschillen per persoon en per taak. En niet alle studies laten precies hetzelfde beeld zien. Dus het is wisselend in de studies. Maar over het algemeen zien we wel dat de deelnemers zich meer alert voelen. Hoe dat precies werkt, onderzoeken ze nog. Je verwacht dat bij een hogere lichtintensiteit, dus meer intens licht, de hartslag wellicht hoger kan zijn, wat gepaard gaat met een hogere arousal. Dat is een beetje lastig vertalen naar een Nederlandse term. Dus je kan het zien als een hogere opwinding of hogere mate van alertheid. Of een hogere mate van activiteit. Tijd voor een wetenschappelijke blik op onze kantoorverlichting. Dit is de redactie waar wij altijd werken. Als jij hier kijkt naar het licht, wat denk je dan? Het lijkt vrij donker, maar je hebt wel veel ramen. Dat is heel erg fijn. Dit is mijn werkplek. Hier zit ik altijd. Laten we het even gaan meten op het bureau. En waarom doe je dat op een bureau? Omdat voor visuele taken, dus het uitvoeren van visuele taken, de norm is ingesteld op het bureau. En dan gaat het om minimaal 500 lux. Volgens de Europese richtlijnen moet er minimaal 500 lux op je werkblad vallen. En jij weet nu ook wel, dat is ongeveer 500 kaarsen. Wat we hier zien is 133 lux. Dus dat betekent eigenlijk dat het niet goed is hier? We zouden de lamp maar feller kunnen zetten. Zou zeker een advies zijn. Tip 5. Zorg dat er genoeg licht op je bureau valt. En dus ook op je oog. Let bij het kiezen van werklampen op de lichtkleur. Ga liever voor koel blauw-wit licht dan voor warm geel licht. En check het aantal lumen op de verpakking. Hoe hoger dat getal, hoe feller het licht. Door met tip 6. Heb je een raam? Ga er met je gezicht naartoe zitten. Als we naar het raam toe kijken, zul je zien dat die niveaus veel hoger zijn. Kijk, dan zie je dat je 420 lux op het oog haalt. Ja, want ik zit dus eigenlijk altijd met mijn rug naar het raam toe. Maar dat is dus eigenlijk ook niet goed. Eigenlijk is het beter om met je gezicht naar het raam toe te gaan zitten. Oké. Even een berichtje aan onze baas. Over de felheid van de lampen. Ondertussen legt Karin uit dat lampen nog meer effect hebben dan alleen op concentratie. Licht kan ook invloed hebben op ons humeur in de donkere maanden. Veel mensen ervaren een winterdip. En voor sommige mensen blijft het niet bij een dip, maar wordt het zelfs een winterdepressie. Ongeveer 3% van de bevolking heeft last van een winterdepressie. Zij ervaren dan depressieve klachten in de donkere maanden van het jaar, maar dat niet in de zomer. Dat geldt dus voor meer dan 500.000 mensen in Nederland. Een manier om die winterdepressie aan te pakken is lichttherapie. We zien dat door het gebruik van lichttherapie depressieve klachten afnemen en daardoor hun humeur verbetert. En waarom het precies helpt, dat onderzoeken ze nog, maar er zijn wel ideeën over. Lichttherapie wordt doorgaans aangeboden in de ochtend om onze biologische klok te helpen te resetten. Dat betekent dat we in de avond daarmee ook op tijd melatonine aanmaken, zodat we op tijd kunnen gaan slapen en goed kunnen slapen. Dus als je beter en goed slaapt, dan kan dat je humeur positief beïnvloeden. En ook is het zo dat als je stress of een slechte stemming ervaart, kan dat ook weer je slaap negatief beïnvloeden. Dus je ziet dat dat ook beide kanten op kan gaan. Hoe gunstig het is dat die lampen er zijn, je moet het echt zien als toevoeging. Want er gaat niks boven daglicht. Het is wel aan te raden om ook naar buiten te gaan en optimaal gebruik te maken van daglicht. Daglicht is heel belangrijk. Dus zullen we een rondje gaan wandelen? Nou, lijkt me goed. Het is nu 2:30 'smiddags. Is dit nou ook echt het ideale moment om een wandeling te maken? Eigenlijk kun je het beste 's ochtends een wandelingetje maken. Omdat dat optimaal is voor de biologische klok. Maar 's middags is het nog steeds heel goed om naar buiten te gaan. Eigenlijk is het beste om te meten hoeveel licht er op het oog komt. Ik zal het even doen.
Kijk, dan zie je dat we ruim 2000 lux op het oog ervaren. Dat is wel substantieel meer dan dat we doorgaans binnen ervaren. Zeker als we ver van het raam af zitten. Wit licht bestaat uit allemaal verschillende golflengtes. Blauw licht, groen licht, rood licht, et cetera. En je ziet dus dat er veel blauw licht in daglicht aanwezig is. En blauw licht is juist belangrijk voor de regulatie van de biologische klok. En nu is het heel zonnig, maar als het dan een hele grauwe dag is... Ja, zelfs op een grauwe dag heb je wel echt baat bij blootstelling aan daglicht. Ja, want is er dan niet te weinig zonlicht? Of... Nee, dan zijn de niveaus echt nog substantieel hoger dan binnen. Tip 7, maak een wandeling. Het liefst in de ochtend, maar in elk geval overdag. Ja, en dan valt de avond. Hier op de bank zit ik meestal 's avonds, zit ik op mijn laptop. Is dat nou echt zo slecht, dat schermgebruik 's avonds en dat licht dat daar vanaf komt? Ja, dus de schermen geven inderdaad blauw licht. Dat kan invloed hebben op onze slaap, maar dat is heel beperkt omdat de intensiteit van de schermen relatief laag is. Maar het is ook de activiteiten die je doet, waardoor je bijvoorbeeld een serie langer doorkijkt en daardoor later gaat slapen. Of doordat je lang op social media zit en daardoor later gaat slapen. Wat misschien nog zelfs een grotere impact heeft op slaap. Het licht van de lampen in je huis heeft veel meer effect op je biologische klok dan een scherm. Ik heb best wel wat sfeerlampjes hier. Ja. Is dat dan goed? Of ja, dat is juist goed. Ja. Ja. En eigenlijk zou je dan nog meer moeten dimmen. En met name ook omdat in de avond wordt melatonine aangemaakt. Dat helpt ons om een signaal te geven dat het tijd is om naar bed te gaan. En als we worden blootgesteld aan licht in de avond, wordt dat hormoon, de aanmaak van het hormoon, onderdrukt. Waardoor je dus je minder slaperig voelt en later naar bed gaat. We kunnen even een meting doen om te kijken wat de niveaus zijn hier. Dan zien we hier dat dit is ongeveer 40 lux. Dat is eigenlijk nog te veel. Er zijn aanbevelingen die aangeven dat het belangrijk is om in de avond de lamp te dimmen tot 10 lux maximaal. In de 3 uur voor naar bed gaan. Dat staat gelijk aan 10 kaarsen op een meter afstand. Oké, dus 10 kaarsen en dan moet de rest van het licht uit. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dit is best wel donker, klopt, vind ik. Zie je ook dat veel mensen dat niet hebben in een thuissituatie. Maar je kan het ook met dimnare lampen doen. Oké, dus ik hoef niet per se bij kaarslicht te lezen. Niet per se. Dat was een tip nummer 8. Dim je lampen 3 uur voor het slapen gaan. De aanbeveling is naar maximaal 10 lux. Dan val je 's avonds makkelijker in slaap. Dankjewel Karin voor al je tips. En jij, bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende. Hoi, ik ben Nelly van de Universiteit van Nederland. Jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. We willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. En jij kan ons helpen door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf weer. Tot de volgende!